Hartelijk welkom mensen weer bij deze profetenschool van zijn boodschap. Deel 3. We gaan weer een nieuw onderwerp behandelen. Het zijn allemaal kleine gedeelten die we behandelen. Maar het is belangrijk dat we nu toch een beetje beginnen te begrijpen dat God een genadeverbond heeft gehad. En nog steeds met de mensen heeft. Maar ook een verbondsvolk heeft gehad. En dat willen we nu met z'n allen onderzoeken. Het staat hier al afgebeeld van een familie naar een verbondsvolk met de ceremoniële wet. Maar voordat we beginnen gaan we natuurlijk eerst weer de Heere vragen om een zegen over deze profetenschool. Daarom vraag ik u ook thuis om met mij mee te willen bidden om een zegen te vragen over deze profetenschool. Voor uzelf en voor mij en dat wij samen Gods woord naar oprechtheid mogen onderzoeken en dat we ook gezegend en geheiligd mogen worden daardoor. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heere Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we weer geroepen zijn door uw heilige geest om uw onfeilbaar woord te mogen onderzoeken. Door uw heilige engelen. Dat ze ons aansporen om die geweldige mooie waarheden te ontdekken. Maar we hebben uw hulp daarbij nodig. Uit onszelf kunnen we niets. We willen graag die verborgenheden, juist voor deze tijd, nu die zevende bezuin klinkt, willen we graag leren. We hebben al veel mogen leren door uw kracht en door uw genade. Maar juist deze laatste waarheden zijn zo ontzettend belangrijk voor de tijd waarin we nu leven. Wilt u daarom bij de mensen thuis zijn? Wilt u ze bemoedigen, steunen en sterken, hun verstand openen? Wilt u bij mij zijn, dat ik de juiste woorden mag gebruiken, ter lof en ter ere van u? Dit alles bidden we van u niet, omdat wij dat verdiend hebben, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. En ik wil graag eerst weer een stukje lezen voor u. Uit Gods onfeilbaar woord. En misschien is het u opgevallen dat we een aantal malen Jeremia hebben aangehaald. Jeremia 31. En alle profeten zijn belangrijk, maar juist als het gaat om de verbonden is Jeremia heel erg duidelijk. En daar lopen we iets vooruit, maar het is wel belangrijk dat u dat gaat zien, want we gaan nu eerst even met Gods volk bezig, het oude verbondsvolk, het letterlijke Israël. Ja, en die hebben toch verkeerde dingen gedaan. En we zullen merken dat ook Gods nieuwe verbondsvolk precies hetzelfde doet. Gaat doen en heeft het gedaan. Laten we eens beginnen bij Jeremia 31 vers 29 tot en met vers 34. Jeremia 31, de vers 29 tot en met 34. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten. En der kinderen tanden zijn stom geworden. Druiven, weet u, wijn is leer. Dus een onrijpe druiven is een onrijpe leer. Dus een vervalste leer. Een Babylonische leer, daar mag je natuurlijk alles voor in gaan vullen. Maar een iegelijk zal ons zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Hij kan dus niet meer goed eten. Hij kan het woord van God niet meer goed tot zich nemen. En de leer, de zuivere leer. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dus na het verbond van het letterlijk Israël. Het oude verbond dus. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Dus dat oude verbond is vernietigd geworden door de Israëlieten zelf. Het oude Israël. Letterlijk Israël noemen we dat ook wel. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, maar dit is het verbond dat ik na die dagen, let op, er is dus een kantelpunt, komt daar, na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer.
Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot één God zijn en zij zullen mij tot één volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren zeggen, de kent een Heer. Want zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Belangrijk gegeven is dat natuurlijk. We zijn nu nog bezig met het oude verbondsvolk, als ik het zo mag noemen, het letterlijke Israël, en ook vanuit het oude verbond vandaan, maar er komt een andere tijd. En natuurlijk, omdat zij ook uit Egypte vandaan gekomen zijn, en ook de wet hebben gekregen, de ceremoniële wet hebben gekregen, wil ik dit graag als eerste voor u erbij aanhalen. Houd het even vast, is belangrijk voor de hele studie straks, maar neem het nu alvast voor u mee. Dus laten we maar kijken weer met z'n allen naar de seeds en daar door Gods kracht iets van te mogen leren. We zijn weer met de seed van Gods eeuwigheid bezig. We hebben al heel veel geleerd dat Adam eerst in de eeuwigheid zat en in het genadeverbond kwam. En dat ook een Noach een bevestiging kreeg van het genadeverbond en ook Abraham bevestigd werd, dat daar een besnijdenis was en dat iedereen een keuze moet maken tussen het genadeverbond en het wanhoopverbond, hebben we dat genoemd. Of beter gezegd, de geest de profetie heeft dat een wanhoopverbond genoemd. Dus een verbond met 3+1 persoon. En daar hebben we die belangrijkste persoon, onze geliefde Heer Jezus natuurlijk bij. Dus in eeuwigheid is dat genadeverbond gemaakt. En nu met die ene persoon, Jezus Christus zelf natuurlijk, hij heeft het samen met zijn vader in het verlossingsplan belegd, wordt bekrachtigd met 4de persoon door het bloed van Jezus Christus, dus door zijn kruising, dat weten wij, volledig zondeloos en heiligheid had hij. Dus houd er rekening mee dat de 4de persoon in het 3+1 verbond volledig zondeloos was en ook heilig was, maar ook mens was. Hij heeft zijn goddelijke 5 punten nooit gebruikt. Hebben we allemaal in gerechtigheid door geloof besproken. Dus ik ga er echt vanuit dat u dat nu weet. Want anders moeten we heel gerechtigheid door geloof weer opnieuw behandelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus bij deze, Jezus Christus nogmaals weer hier in het midden afgebeeld. En daar hebben we ook een totale telling bij gemaakt van 2 keer 7 is 14 personen. Interessant natuurlijk, 7 personen zien we ook weer terug in het volheidsgetal, 7, het getal 7. Met daarbij de 4de fase van het persoon is in dit geval onze geliefde Heer Jezus Christus. En die was zichtbaar. Dat zichtbaar zijn van Jezus Christus wordt straks enorm belangrijk voor onze tijd. Dus hou hem vast, zichtbaar was Jezus Christus hier op deze aarde. En als we dat weten, dat Jezus Christus de 4de persoon was in dit verbond, moeten we dat ook een beetje vasthouden voor de 4de persoon in het verbondsvolk. We hebben het nu over de verbondspersonen, om het zo maar uit te drukken. Dat hebben we nu met z'n allen geleerd. Dan gaan we eens verder, want we hebben het al over de wet gehad. En de letterlijke Israëlieten, die zeiden, wij zullen doen, wij zullen gehoorzamen met datgene wat u zegt. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje een stukje eigen gerechtigheid erin. Want zij zeiden, wij kunnen wel doen wat u van ons verlangt. En laten we maar eens even lezen met z'n allen. Want waarom is onze geliefde Heer Jezus hier op deze aarde gekomen? Daar staat boven, het is niet de wet die heiligt, maar Christus zijn gerechtigheid en verdiensten aan het kruis. Dus neem dat vooral mee. En dat hadden de Israëlieten in die tijd nog niet helemaal goed door. Wij weten dat, we hebben ook gerechtigheid door geloof bestudeerd, maar neem hem vooral mee dat dat belangrijk, ook nu, voor onze tijd is. Daar schrijft zuster Wijd heel duidelijk over. De zondaar kan niet op zijn eigen goede werken vertrouwen als middel tot rechtvaardigmaking.
Hij moet daar komen waar hij al zijn zonden zal prijsgeven. En het licht, naarmate het zijn weg beschijnt, geleidelijk aannemen. Door geloof aanvaardt hij de vrije, overvloedige voorziening, getroffen door het bloed van Christus. Hij gelooft, daar staat dus overduidelijk bij, hij gelooft Gods beloften. Een stuk vertrouwen moeten we hebben. Die hem door Christus tot heiligmaking, rechtvaardigmaking en verlossing gemaakt worden. En als hij Jezus volgt, zal hij ootmoedig in dat licht wandelen. Terwijl hij zich over dat licht verblijft. En het aan anderen meedeelt. En dan ziet u ook heel duidelijk weer, dit is meegedeelde gerechtigheid. Niet toegerekende, maar meegedeelde gerechtigheid. Zie voor uitleg ook weer gerechtigheid door geloof, de liefde van zijn boodschap. Gerechtvaardigd door het geloof, leeft hij blijmoedig zijn gehele leven in gehoorzaamheid. Vrede met God is het resultaat van datgeen Christus voor hem betekent. Zij die zich aan God onderwerpen, die hem eren en zijn woord naleven, dat hoort erbij, zullen door God worden verlicht. Dus ook nieuw licht voor deze eindtijdgeschiedenis. In het kostbare woord van God is zowel zuiverheid en verhevenheid als schoonheid die de hoogste menselijke vermogen zonder Gods hulp nooit kunnen bereiken. Dus let op, wij moeten samen met Christus gerechtigheid door geloof uitoefenen. Dus wij kunnen nooit die geweldige verhevenheid en die schoonheid van dat karakter openbaren zonder Jezus Christus. Als u dat denkt te doen, te proberen, dan begint u met een onmogelijkheid. Dat is niet mogelijk. Dus de wet houden in onszelf, door onszelf, lukt niet. Absoluut niet. Dus vandaar is die gerechtigheid van Jezus Christus zo belangrijk. Die moeten wij in ons hebben. Oprechtheid. Hoort u mij ook heel vaak zeggen. Oprechtheid, gerechtigheid en waarheid. Waarheid, nieuw licht. Die twee horen bij elkaar. Als u het ene niet hebt, krijgt u het andere ook niet. Als u niet oprecht bent in uw hart, krijgt u het laatste licht ook niet. En dat is wel heel interessant om eens mee te nemen in uw eigen gedachten. Psalmisten zeggen al, de oprechten zal het licht opgaan. Dus u bent daar en u kunt daar deelgenoot van worden als u oprecht bent. We gaan even een stukje verder lezen. We zien dat de besnijdenis eerst wel bij het genadeverbond hoorde. En later in het vernieuwde en nieuw verbond niet meer van toepassing was. We komen nog even terug op die besnijdenis, want dat is toch heel belangrijk. En ook vooral in de allerlaatste studies, maar die moeten we in het begin al meenemen. De besnijdenis, en let op, bleef gelden bij het volk Israël, dus bij het letterlijke volk Israël, tot voor Christus zijn komst. En dan spreken we over zijn eerste komst. Dus de besnijdenis werd ingesteld als teken. We hebben straks weer een teken, houd er even rekening mee. We hebben al iets over gesproken. Dat zij die besneden waren, gewijd waren aan de dienst van God. Een gelofte dat ze zich afgezonderd zouden houden van afgoderij en aan de wet van God zouden gehoorzamen. Het feit dat de nakomelingen van Abraham faalden in het houden van deze gelofte, dus derde fase, straks weer derde fase, maar dan in het volk, neem hem vooral mee, zoals bleek uit hun verzwagering met de heidenen en het aannemen van hun gebruik, was oorzaak van hun verblijf en slavernij in Egypte. En Egypte is de wereld voor nu. Ik neem u alvast een beetje mee elke keer in de bewoording naar onze tijd. Het is nu zaak voor u persoonlijk dat u verbanden gaat leggen. Het verband gaat leggen met het oude letterlijke Israël, met daarbij het moderne nieuwe Israël, als ik het zo mag uitdrukken. Moderne Israël zeggen we vaak. Dus ook vooral in dat nieuwe verbond. Dus vandaar, Egypte is weer de wereld. Ik heb dat ook neergezet, derde fase, straks weer derde fase, maar dan binnen het volk. Dus je moet nu, als u dit leest, de juiste bewoording zien te krijgen in uw verstand natuurlijk. Uw gedachten moeten gecontroleerd worden door Jezus Christus dat u dit gaat lezen. Dat is de opzet daarvan. Nogmaals weer. Was oorzaak van hun verblijf en slavernij in Egypte.
Dus de wereld nu. Maar door hun samengaan met afgodendienaars, dus dat wanhoopverbond gingen ze aan, en hun gedwongen onderwerping aan de Egyptenaren, werden Gods voorschriften nog verder verbasterd door de lage en wrede leerstellingen van de heiden. Daarom kwam de Heer na hun uittocht uit Egypte, dus uit de wereld weer, neer op de Sinaï, de berg Sinaï. En straks hebben we ook, in Daniël 11, vers 45, de berg des heiligen sieraads. Dus u ziet nu al de verbindingen. Gehuld in heerlijkheid en omringd door zijn engelen. En onder ontzagwekkende majesteit sprak hij zijn wet ten aanhoren van heel het volk. Let op, we spreken hier over de morele wet, de 10 geboden. En wat erbij komt, dus niet meer met één persoon. Dat is een belangrijk kantelpunt. Van personen waar God een verbond mee afgesloten heeft. Eerst een persoon, die hadden ook allemaal tekenen. En Adam had een teken, de boom van goed en kwaad. Noach had een teken, het teken van de regenboog. En Abraham had een teken, het teken van de besnijdenis. En toen in één keer ging God over naar een volk. Dus het is nogal vrij van persoonlijkheid wat we hier lezen, naar een volk toe. Ja, en dan zou ik bijna zeggen, waarom is het dan pas een volk? Want het is ook een beetje de kern van deze studie. Het was een familie. U weet, Abraham was een familie. Isaac en Jacob waren families. En toen kwam die totale familie met 12 kinderen. Zonen, om het zo uit te drukken. En nu gaan we iets anders meemaken, want het moet een volk worden. En even een uitdrukking over een volk of een familie. Het verschil daarover. Wanneer werd Gods volk, de familie, pas een volk? Dat is een belangrijk gegeven, wat we hier met z'n allen bespreken. Eerst waren de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob één familie. En later, toen ze uit Egypte wegtrokken, kwamen er ook andere mensen uit de heidense volkeren bij. Uit Egypte onder andere, let op, nu uit de wereld onder andere. Neem hem even mee. Deze sloten zich aan bij de familie, als ik het zo nog even mag uitdrukken. Van Abraham, Isaac en van Jacob. En vanaf dat moment was het een volk geworden, met verschillende nationaliteiten. Dus niet meer alleen één familie, zoals allen vanuit één vader voortgekomen, of bestaande kinderen. Dus belangrijk gegeven is dit. En dat vinden we ook weer terug in de Bijbel. En veel vermengd volk trok ook met hen op. En schapen en runderen gans veel vee. De Bijbel zegt het dus zelf. Dus de Bijbel zegt dus zelf dat er een vermenging was van het volk. Een vermenging in die zin dat er ook heidenen, of ook wel gelovigen natuurlijk meekwamen, maar dat waren wel mensen uit Egypte vandaan. Dat waren niet meer familieleden, om zo uit te drukken, van Abraham, Isaac en Jacob. Als ik het zo mag zeggen. En dus ook niet van de zonen van hun, de 12 zonen. Dus dat is het overgangspunt naar een volk toe. Familie naar een volk. Ja, en daar kwamen de problemen uit voort. Laten we dat eens lezen. Want de geestelijke profetie beschrijft dat wat meer. En de Bijbel beschrijft dat ook heel duidelijk. Want er waren velen die in opspraak kwamen natuurlijk. Want die konden de Heere God niet. In die zin zoals het binnen de familie gold, als ik het zo nog even mag uitdrukken. Dus vandaar, de geestenprofetie heeft daar een hele mooie uitspraak over. Hoe schrijft de geestenprofetie over deze toegevoegde volkeren? En ze gingen uit, staat daar, ongeveer 600.000 man te voet. En zoals je ziet, ongerekend de kinderen. Dus kinderen werden niet eens meegerekend. Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee. En deze menigte waren niet alleen mensen die gedreven werden door geloof in de God van Israël, maar een grote meerderheid die alleen wenste ontkomen aan de plagen of die de wegtrekkende stoet volgden uit nieuwsgierigheid en sensatie. Die vormden steeds een hinder en een valstrik voor Israël. Begrijp goed wat hier staat.
Die valstrik wordt binnengebracht door niet-familieleden, als ik het zo mag uitdrukken. Dus er gebeurt nogal iets. Laten we maar eens even de definitie bepalen hiervan lezen. Wat we met z'n allen op hebben gesteld. Kijken naar onze tijd, let op. Zesde definitie. De valstrik begint binnen Gods volk, dus binnen de familie, door ongeheiligde vreemdelingen, nusiata, ukemenen, kerken, mee te laten optrekken in de stoet pelgrims, die optrekken naar het eeuwige beloofde land. Nu lijkt dat misschien heel tegenstrijdig wat ik hier schrijf. Ongeheiligde vreemdeling, schatukemene. U moet goed beseffen wat belangrijk voor u is. En dan gaan we straks ook even naar de Bijbel toe. Ik loop er alvast naartoe. Maar u moet heel goed beseffen dat God nog een volk heeft. God heeft een volk in Babylon. Openbaring 18. 18 vers 4. Dus die gaat God nog roepen. Laten we dat goed vooropstellen. Als we naar Openbaring 18 vers 4 toe gaan, dan zien we overduidelijk. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: gaat uit van haar mijn volk. Dat is de Shatutemene kerk. Dus God noemt dat mijn volk. Opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Dus in die Shatutemene, daar zijn zonden. Dat staat hier duidelijk. Opdat gij, dus diegenen die uit die Shatukemene komen, aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En wat gebeurt er nu binnen Gods volk? Gods volk gaat zover. Gods volk laat anderen binnen die niet geheiligd zijn. Die het zij om de nieuwsgierigheid, om het profetische woord of om de sensatie binnenkomen. 28 geloofspunten worden niet meer beleden. Het wordt al zo sterk binnen Gods volk, zelfs hier al in Nederland, dat de kanselruil is. Dus predikers, dominees zoals ze daar noemen, worden op de kansels, op die kansels zijn er al bijna niet meer, zover is Gods volk al gegaan, maar die worden binnengeroepen binnen Gods volk en doen daar de predicaties. Hoe kunnen Gods kinderen nog ooit die diepere waarheden van de profetieën dan nog horen en verstaan? Dus daar is nogal een Babylonische strijd binnen Gods volk gaande. Als u dat een beetje beseft, dan beseft u ook wat we hier met z'n allen hebben gelezen. Want wat staat daar? Die zesde definitie, nogmaals terug. Zesde definitie, de valstrik begint binnen Gods volk, familie, door ongeheiligde vreemdelingen. Dat was toen. En nu de Shatta mee te laten optrekken in de stoet pelgrims die optrekken naar het eeuwige beloofde land. Er is een volk die onherroepelijk die waarheden weet en kent. En natuurlijk moet dat straks één volk worden, want ze komen eruit. Maar de situatie nu is heel erg slecht. Dat begrijpen we, verstaan we, omdat we dat ook om ons heen zien. Dus bij deze hou daar voor uzelf ook rekening mee. Dan weer even terug naar onze animatiesheet. Nou, dan vinden we dat ook weer mooi uitgelegd. En dan gaan de kleuren ook een beetje spelen. Gods eeuwigheid. We hebben al heel veel gezien, maar hier komt het moment van verbond met de 3+1 volkeren. Gaat God dus een verbond aan? En belangrijk gegeven is dat hier een rode pijl naar beneden toe staat. U ziet, er is telkens een verlaging van aanbidding van God. Tot we bijna bij het totale wanhoopsverbond aankomen. En dat is ook met Gods volk gebeurd. Die pijlen moeten straks natuurlijk weer omhoog gericht zijn naar de hemel. Laat ik het zo maar uitdrukken. En we vinden hier heel nadrukkelijk, eerste volk is twee keer oude verbond, noord plus zuid. Noord is Efraïm vaak genoemd. En zuid is Juda vaak genoemd. Leviticus 26. Door het bloed van offerdieren is beëindigd. Daar is dus een vloek over het volk uitgesproken. En die vinden we ook in Leviticus 26. En die is geëindigd in 1798 plus 1844. En we zien dat hier bovenin, daar waren de Israëlieten, de familie
nog bezig om uit Egypte weg te vertrekken. En hier zien we het volk, dus niet alleen maar de familie, maar het volk, de zee doortrekken. Met alle wonderen die God daar heeft verricht. Dus we hebben een omslagpunt. Een omslagpunt van personen in het verbond naar volkeren. En dit was natuurlijk het eerste volk van God. En dat is dus de eerste fase binnen Gods volk. Als we dat nu weten, dan kunnen we nu verder. Want God gaat verder met het volk. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop, dat weten wij. Maar belangrijk gegeven is weer dat wij nu van het volk moeten leren. Dus alles wat we lezen, moeten we vanuit die tijd plaatsen in onze tijd. Neem dat vooral mee, want anders dan raakt u straks de draad kwijt. En de mensen die Gods volk hebben gezien, van zijn boodschap in de openbaring, verdieping 1, Gods volk was dat. Als u dat hebt gezien, dan gaat u dit ook veel beter begrijpen. Dus het is onherroepelijk belangrijk voorstuderen. Dat heb ik direct aan het begin al gezegd. Maar we gaan even verder lezen. We zien dat er een overgang is geweest tussen een persoonlijk verbond, dienstknechten van God, en een verbond met het volk van God. Nogmaals weer. Zelfs toen vertrouwde hij, dus God, zijn geboden niet toe aan het geheugen van een volk, dat zo lichtvaardig zijn eisen vergat. Maar hij schreef ze neer op stenen tafelen. Hij zou elke mogelijkheid wegnemen in Israël, dat ze zijn heilige geboden konden vermengen met heidense overleveringen. Dus vermenging van het volk, en daar draait het om. Of dat ze zijn eisen konden verwarren met menselijke instellingen of gebruiken. Want inderdaad, die Egyptenaren waren met het volk meegetrokken. Dus vandaar dat moest allemaal goed op schrift gesteld worden. Maar hij deed meer dan hen alleen de 10 geboden geven. Het volk had laten zien dat ze zich zo gemakkelijk lieten meeslepen, dat hij, God dus, geen gelegenheid wilde overlaten voor afdwaling. Mozes moest op Gods bevel wetten en rechten, let op, daar komen de wetten en rechten erbij, neerschrijven die nauwkeurig bepaalden wat God wilde. Dus er komen 2 bij, bij de 10 geboden, let op, dus die 10 geboden vallen niet. Deze aanwijzing aangaande de plichten van het volk ten opzichte van God, van elkaar en van de vreemdeling bestonden uit een nadere uiteenzetting van de 10 geboden. Dus, wat is de ceremoniële wet en die rechten? Een nadere uiteenzetting van de 10 geboden, dat moet u onthouden. Gegeven op een dusdanige wijze dat niemand hoefde te dwalen. En nu komt het omslagpunt. Let op dat u dat heel goed meeneemt nu. Wat er nu verteld wordt. Dit zijn nu de getuigenissen voor de 7e hervormingsperiode. Hou hem vast. Toen wetten en rechten, ceremoniële wet mag u zeggen, of anders zegt een nadere uiteenzetting van de 10 geboden. Dit zijn nu de getuigenissen voor de 7e hervormingsperiode. Ze waren bestemd om de heiligheid te behoeden van de 10 geboden die op de stenen tafelen waren gegrift. Hier komt een heel belangrijk punt als u dit gaat zien. U ziet dat het eerste volk, wat had dat? Wetten en rechten. Een nadere uiteenzetting van de 10 geboden. Dus nu zien we ook dat die 10 geboden zo belangrijk zijn. En God heeft ook een profeet, profetes in dit geval, gestuurd om een nadere uiteenzetting van de 10 geboden. Want in rondom 1844 hielden de Millerieten de Sabbat nog niet. Dat moest allemaal nog gebeuren. Ze moesten de 10 geboden echt nog leren verstaan. Dus hoe belangrijk was op dat moment dat God een profetes stuurde van kijk, jullie moeten die Sabbat houden. En er was al iemand die dat deed, een paar mensen die deden dat, een Beets, die deed dat al. Maar dat moest allemaal bevestigd worden nog door een profetes. En dat is allemaal gebeurd. Maar lees vooral die verbanden die nu spelen tussen dat eerste volk en dat laatste volk, als ik het nog zo even mag uitdrukken. Dus er is een overeenkomst. En wat voor overeenkomst is daar?
Met dat eerste volk en het laatste volk ook, neem dat vooral telkens mee. We hebben de eerste fase hier natuurlijk van het volk. En wat zien we dan? Dat daar de 10 geboden op schrift werden gesteld, of beter gezegd, op stenen tafelen waren ingegraveerd met Gods eigen vinger. En daar werd ook dat zegel van God, die Sabbat, opnieuw verkondigd. Lees die voor uzelf nog eens, Exodus 31. En daar zien we die zevende dag, voor die tijd en ook voor onze tijd, en we zien ook 666, het andere zegel, merkteken. Eén is een zegel, ander wordt een merkteken genoemd. En er is een volk, die moet die waarheid nog brengen. Dat is de drieëngelenboodschap, hierboven afgebeeld. Dus het mag duidelijk zijn dat God iets met u en mij voor heeft. God wil dat u iets gaat begrijpen van dat eerste volk. Dus mensen die zeggen, ja, dat Oude Testament heeft helemaal geen waarde meer. Nou, die zullen nooit en ten nimmer de waarde van het nieuwe verbondsvolk kunnen gaan verstaan. Begrijpen ze niet, zullen ze nooit begrijpen. Dus diegenen die het Oude Testament dichtdoen en zeggen, ja, dat was vroeger, dat is niet meer. Die missen, zeggen en schrijven, alles. De diepste zin van de profetie zullen ze nooit verstaan. En er is een volk die dat nog wel verstaat en ook verkondigt. En u weet, dat is dat laatste volk, de zevendedagsadventisten, maar die zijn dus ook al gevallen. En daar staan straks die laatsten in op, om die zuivere waarheid nog aan de Sjatte Ecumene kerken en aan deze hele wereld te verkondigen. En daar zijn we nu mee bezig, dat hoort u. En die laatste broeders, zusters, die ook mogen profiteren, die profiteren waarheid. En die zijn straks niet geliefd, dat begrijpt u ook. Maar wij weten ook, en we vertrouwen in God dat we beschermd worden door onze geliefde Heer Jezus Christus per zon. Dus, het volgende punt gaan we naartoe. Wat is het doel van de getuigenissen van de profetes E.G. White nu voor onze tijd? Ik heb het natuurlijk al een beetje gezegd. Want de situatie pakt een beetje anders uit in onze tijd. Er zijn echter niet veel mensen onder u die werkelijk weten wat in de getuigenissen staat. Toen de ceremoniële wet, dat zijn dus inzettingen en rechten, met het verdraaien van deze regels later. Dus toen waren ze dus ook verkeerd bezig. De Farizeeën, Sadduceeën hebben al die regels verdraaid, dat weet u. En nu zijn ze ook bezig de getuigenis van E.G. White te verdraaien. Neem dat wel even mee, die link daarin. Telkens toen en nu. U bent niet met de schriften bekend, dus de Bijbel niet bekend, dan snappen de geestelijke profetie ook niet. Als u Gods woord dat onderwerp van studie had gemaakt, met het verlangen de Bijbelse maatstaf te bereiken en te streven naar christelijke volmaaktheid, dus geheiligd leven, daar spreken we over, had u de getuigenissen niet nodig gehad, hoort u dat? Bijvoorbeeld de kennis van het zegel van God staat in de Bijbel, dat weten wij, want dat halen wij uit die Bijbel vandaan. Omdat u let op, ze spreekt heel expliciet tegen die zevendedagsadventisten die de getuigenissen verwerpen, omdat u hebt nagelaten uzelf met Gods geïnspireerde boek, dus de Bijbel, vertrouwd te maken, heeft hij getracht u te bereiken door middel van eenvoudige en directe getuigenissen die uw aandacht vragen voor de woorden van inspiratie die u hebt nagelaten te gehoorzamen en waarbij u op aandringen uw leven in overeenstemming te brengen met zijn zuivere en verheven onderrichting. De Heere wil u waarschuwen, terechtwijzen en raad geven door middel van de getuigenis die zijn gegeven en u doordringen van het belang van de waarheid uit zijn woord. Vooral het laatste ligt nu natuurlijk. De geschreven getuigenissen zijn niet bedoeld om nieuw licht te geven, maar om de geïnspireerde waarheden die er reeds zijn te benadrukken. Dat is heel interessant, het laatste. Maar eerst even het begin. Hoe belangrijk is het om die getuigenis na te nemen binnen Gods volk? Doet u dat niet, wat dan? Dan kunt u nooit die verbindingen gaan leggen. Dan kunt u nooit een geheilig leven gaan leiden. Dus in wezen is de Bijbel met de geestelijke profetie bewezen, ook in het laatste volk van God,
aanwezig te zijn en te moeten zijn. Net zoals in het eerste volk de ceremoniële wetten en de rechten aanwezig waren. Dat is een belangrijk gegeven nu om te bewijzen dat het eerste volk en het laatste volk iets toegevoegd krijgen aan, let op, aan de Bijbel. Dus aan de Bijbel, toen de wet van God en nu ook de wet van God, wordt iets toegevoegd in de vorm van de getuigenis. Maar een ander belangrijk punt wat er stond, de geschreven getuigenissen zijn niet bedoeld om nieuw licht te geven, maar om de geïnspireerde waarheden die er reeds zijn te benadrukken. Dus dan zou je zeggen, er is geen nieuw licht door de getuigenis. Dat klopt ook in die zin, alles staat al in die Bijbel. Dus dat mag duidelijk zijn. Maar het punt is hier ook, dat als je dat een beetje gaat verstaan, dat wij wel door Sister White in verbinding gebracht met de Bijbel natuurlijk, want dat moet erbij, dat we meer licht krijgen in zijn totaliteit over die eindtijd. En dat moet u wel verstaan. Dus we krijgen meer licht, wel door de getuigenissen in Gods woord, maar ook steeds meer licht, nieuw licht, voor de eindtijdgeschiedenis. Dus als we nu eens even teruggaan, het totale plaatje nog eens een keer ophalen, dan hebben we dus in eerste instantie Adam en Eva in het eeuwverbond. Die kwamen in dat genadeverbond, een belangrijk gegeven voor u en mij. Adam en Eva waren personen. En dan zien we dat Eva die eeuwigheid doorbreekt, met Adam natuurlijk. En dan komt onze geliefde Heer Jezus, Genesis 3 vers 15. Daardoor ontstaat ook dat wanhoopverbond. Dat wordt zichtbaar als het ware voor Adam en Eva, wat ze hebben gedaan. Dat ze daardoor gevallen persoonlijkheden worden, mensen worden. En dan zien we ook dat ze een keuze moeten maken. We zien dat het eeuwige genadeverbond weer wordt bevestigd met Noach, ook met een teken. De zondvloed, regenboog hoort erbij. Het eeuwige genadeverbond wordt weer bevestigd met de derde persoon. Eerst natuurlijk Abraham. En daarna komt onze geliefde Heer Jezus. Dus dit totale genadeverbond met personen is voltooid verleden tijd. En dan zien we dat de vierde persoon is geweest voor het genadeverbond, maar daartussenin, dat weten wij, want Christus is veel later gekomen dan het volk, daartussenin is dat verbond gestart met de 3+1 volkeren. En dat gaat de eerste fase van het volk in, en dan zien we dat zegel van God, de wet van God, weer terugkomen. En dan zien we ook het tweede volk, na de zonswet, moet geestelijk Israël in het nieuw verbond komen. Daar gaan we later allemaal op in. Maar dat is de tweede fase van het volk. Na de kruisiging van Jezus Christus. Het derde volk, de Millerieten, zevendedaags Adventisten, komen in het nieuw verbond. Jeremia 31, vers 31, 1844. Dat heb ik u aan het begin direct gelezen. Lees hem anders nog eens door. Dat is dus de derde fase van het volk. En dan gaan we ook zien, nieuw verbond in vierde persoon, actief bij de zonswet, na uitsteltijd, 144.000 in voorbereiding. Dat is weer die gele lijn. En dan krijgen we vierde eeuwverbond, wat bekrachtigd door genade deursluit, met 144.000 personen in actieve dienst, heiligheid. Een voorbeeldvolk voor de Chatoukamene. U ziet die pijlen ook allemaal omhoog gaan. Vierde fase in persoon. En hier zie je ook weer die Chatoukamene-kerken. Al die werkers die komen daarbij. Vierde fase volk, inclusief al die werkers. Er is op zo'n manier natuurlijk al heel veel verteld. We gaan dit niet allemaal nu direct behandelen, want dat zou te veel worden. Want die verdieping die we hier zien, die gaan we later nog een keer behandelen. Want anders wordt het natuurlijk op een bepaald moment te veel. We willen het in fases doen. We willen nog even weer terug naar die besnijdenis. Want die besnijdenis is heel belangrijk. De besnijdenis is ingevoerd, dat weten wij, bij het letterlijke Israël. Of beter gezegd bij Abraham. En het letterlijke Israël deed dat ook. Dus we willen daar nog even naar terug, om het helemaal af te ronden. Waarom moeten we leven als Adam of Henoch van voor de val? In verband met de besnijdenis. Ik heb dat al even. Vorige deel heb ik u dat genoemd. De staat van zonloosheid bereiken. Punt komma. Let op. Uit de Bijbelcommentaren.
bladzijde 542. Alleen zij die door geloof in Christus al Gods geboden bewaren, zullen de staat van zondeloosheid bereiken, waarin Adam zich bevond voor zijn overtreding. Hoort u dat goed? Ik zal het nogmaals lezen. Alleen zij die door geloof in Christus, in principe is dat natuurlijk gerechtigheid door geloof, in Christus al Gods geboden bewaren, dus dat is een vereiste, zullen de staat van zondeloosheid bereiken. Dat kunnen ze niet uit hunzelf, en dat weten we. Waarin Adam zich bevond voor zijn overtreding. Zij getuigen van hun liefde voor Christus door al zijn geboden te bewaren. Bewaren is doen, Openbaring 22 vers 14. En nog iets daarna, het Bijbelcommentaar 588. Het verlossingswerk bestaat uit de mensheid in Christus te brengen. Het gevallen mensdom één te maken met de Godheid. Het perfecte teken in het hart in plaats van in het vlees. Neem hem even mee. Ik heb hierbij gezet met een plaatje. Adam was niet besneden. En 144.000 ook niet. Want beiden waren en zijn ze in Christus. In de Godheid. Zevende definitie. Pakken we er gelijk bij. Zevende definitie van het teken is. Het bewijs ligt hierin dat Gods soevereiniteit hersteld is geworden. En als teken in de 144.000 gezien wordt voor het ganse heelal en deze, heb ik een sterretje bij gezet, omdat deze heel vaak in Openbaring 7 op 14 wordt genoemd, en dan weten we een beetje waar we het over hebben. Dat is vaak de 144.000. Als getuigen van Christus werken. Juist hier op deze aarde. En als u nu een beetje meeneemt welke twee feiten er lagen waarom Jezus Christus hier op deze aarde niet gezien was, dat waren om twee belangrijke punten. Nog meer, om twee belangrijke punten. Dat was het eerste, omdat hij zei dat hij Gods zoon was, daar haten ze hem voor en om. En omdat hij, let op, nieuw licht bracht, een nieuwe leer zijn ze. Nou, Jezus zei, ik breng geen nieuwe leer, ik breng alleen wat de profeten en wat de wet van Mozes brengt, maar dat willen jullie niet horen. En precies deze twee punten worden de 144.000 straks volledig op aangevallen. Neem dat vooral mee. Want ze hebben de goddelijke natuur in hun. Die zijn ze deelachtig geworden. En die haat zal zo groot zijn tegen u en mij als we erbij mogen horen. Als we door Gods genade zo ver mogen gebracht worden. En willen, onze wil zo ver aan hem over hebben geleverd dat we bij die 144.000 mogen horen. Maar daar is nog wel wat voor nodig, dat begrijpt u. Een stuk kastijding. En dat houdt dus ook in, als we die goddelijke natuur deelachtig geworden zijn, dat mensen ons dan gaan haten, enorm gaan haten. Want wij hebben een boodschap, wij hebben nieuw licht. En als het nieuwe licht komt, dan begrijpt u, ja, maar dat is een nieuwe leer en die moet je niet geloven. Nou, zeggen wij, wij brengen geen nieuwe leer, wij brengen het nieuwe licht uit Gods woord vandaan. En dat heet onze geliefde Heer Jezus ook. Houd u vast. Dit is een belangrijk gegeven. En daarom moeten wij leven als Adam van voor de val. En daarom was Adam dus ook niet besneden. Dus als u zegt, ik moet mij besnijden laten om bij de 144.000 te horen, begrijpt u er helemaal niets van. Begrijpt u het verbonden ook niet meer. En dan zit u in een totale, ja, zoals de Heer dat gewoon noemde tegen die Farizeeën en Sadduceeën, schriftgeleerden en wetgeleerden, zij zaten in een vormdienst, in onze bewoording gesproken. Dus weet hoe belangrijk dat geweldige verlossingsplan in elkaar zit. De aanvallen van Satan op Gods ingestelde heilige offerdienst, die pakken we er nog even bij. Het offerstelsel dat aan Adam was bekendgemaakt, werd eveneens door zijn nakomelingen misvormd. Bijgeloof, afgoderij, wreedheid en losbandigheid bedierven de eenvoudige en veelzeggende dienst die God had bepaald. Door langdurige omgang met afgodendienaars, dus waar u mee omgaat, wat u mee besmet staat hier letterlijk, had het volk Israël
Veel heidense gebruiken opgenomen in hun erediensten. Let op, in hun erediensten. Ook in onze erediensten binnen de Zevendaags Adventistenkerk momenteel. Daarom gaf de Heere hen, let op het volk, vanaf de Zinii, dus de berg des heiligen Sieraads, Daniel 11, vers 45, nu, neem hem even mee, duidelijke instructies betreffende de offerdienst. Na de voltooiing van de tabernakel sprak hij met Mozes vanuit de wolk der heerlijkheid boven het verzoendeksel. Aardse heilige der heiligen, nu de 144.000 uit het hemelse. Kom ik later heel veelvuldig op terug, dus maakt u zich niet ongerust. Ik gaf hen volledige aanwijzingen aangaande het offerstelsel en de vormen van eredienst die in de tabernakel gevolgd moesten worden. Let op, moesten worden. Let op, direct na de zondeval van Adam en Eva. U moet even in die chiastische structuur denken, dan ziet u hier zondagswet tussen staan. Aha, direct na die zondagswet worden die eredienst en die offerdienst wordt ingesteld. En op de juiste manier God aanbidden, inderdaad, op de Sabbatdag. U ziet daar weer die verbinding liggen. Maar belangrijk gegeven is hierbij ook dat die erediensten weer in alle ere moeten worden hersteld. Want er zijn nu zoveel valse gebruiken binnengetreden door de evangelische kerken, door allerlei soorten kerken, pinksterbewegingen, vindt al plaats binnen de Zevendaags Adventistenkerk. Dus hou er rekening mee, wat ik u hier vertel, heeft dus vooral te maken met wat ook dus bij de letterlijk Israëlieten gebeurde. En dat weten we met z'n allen. Nog een gedeelte. Het belang van de ceremoniële wet is nu niet meer geldig. Met alleen dat wat op Christus kruising wijst. Maar dit geldt niet voor de zedenwet der tien geboden. Nogmaals weer. Zo werd de ceremoniële wet aan Mozes gegeven. En door hem in een boek geschreven. Maar de wet der tien geboden vanaf de Sinaï gesproken. Werd door God zelf in stenen tafelen geschreven. En in de ark bewaard. Let op, zijn nu ook stenen tafelen in de hemel bewaard met de namen van de 144.000 erop. Er zijn velen die trachten deze beide stelsels te verwarren door teksten te gebruiken die betrekking hebben op de ceremoniële wet en hiermee aan te tonen dat de morele wet is afgeschaft. Maar dit is een verdraaiing van de schrift. Het verschil tussen de beide stelsels is groot en duidelijk. Het ceremoniële stelsel, getuigenis nu, bestond uit symbolen die heenwezen naar Christus. Dat is de eerste komst natuurlijk. En nu wederkomst, de getuigenissen van E.G. White. Naar zijn offer en priesterschap. Ook naar onze offers en onze priesterschap straks. Met name de 144.000. Deze rituele wet moest met haar offers en instellingen door de Hebreeën beoefend worden tot schaduw en werkelijkheid. Elkaar ontmoeten in de dood van Christus. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Dan zou er een eind komen aan alle slachtoffers. Hoe mooi ziet u die verbinding gelegd met wat er in het oude Israël is gebeurd, gebeurt weer in het moderne Israël. Met dezelfde fouten. Alleen, wij zien ze niet. We moeten met Gods geest begeestigd zijn, zijn heilige geest begeestigd zijn, om dat ook te willen zien. Moet er ook bij, maar ook te kunnen zien. Nog een bepaald punt. Een bepaald deel van de ceremoniële wet, inclusief offers en besnijdenis, is aan het kruis genaamd en niet de morele wet der tien geboden. Dus Paulus spreekt daar natuurlijk over wat er aan het kruis genaamd. Deze wet was door Jezus weggedaan. Dus, waar hebben we het over? De ceremoniële wet. Door ze aan het kruis te nagelen. Colossenzen 2 vers 14. Maar van de wet der tien geboden zegt de psalmist. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid. Dat weten wij al. Die wet is eeuwig. In de hemelen. Psalm 119 vers 89. Die gebruiken wij ook altijd in de eredienst. Dat weet u. En Christus zelf zegt. Nee, niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Voorwaar. Hiermee deze uitspraak zo sterk mogelijk beklemtoond. Met dat voorwaar erin natuurlijk. Want voorwaar zeg ik u nogmaals.
Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan. Totdat het alles zal zijn geschied. U kunt het zelf nogmaals nalezen in Matthäus. En dan het laatste punt, daar wil ik direct verder mee gaan. Alleen de typen en schaduwen. Dit zijn de schaduwdiensten. Dus ook de feesten die heenwezen op Christus komst zijn gestopt. Hier onderwijst hij niet alleen wat de eisen van Gods wet geweest waren, of toen waren, maar wat ze zouden zijn zolang hemel en aarde bestaan. Gods wet is even onveranderlijk als zijn troon. Hij zal altijd zijn aanspraken doen gelden op de mens, zolang deze leeft. Van de wet die vanaf de Sinaï werd gesproken, zegt Nehemia, en gij zijt neergedaald op de berg Sinaï. Dus let weer op, Daniel 11, 40, 45, met in het bijzonder vers 45. En hebt met hen, straks 144.000, gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En Paulus, de apostel der heidenen, zegt, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dit kan niet anders zijn dan de wet der 10 geboden. Want deze zegt onder andere, gij zult niet begeren. Hoewel de dood van de heiland een einde maakte aan de wet van typen en schaduwen, werd niets weggenomen van de verplichtingen aan de morele wet. Integendeel, het feit dat Christus moest sterven om verzoening te doen voor die wet, bewijst de onveranderlijkheid ervan. U ziet hoe belangrijk het is om Gods woord heel nauwkeurig te onderzoeken en te lezen. Als u zich niet vergewist van hetgeen wat in die Bijbel staat, gaat u fouten maken. Dat is hetgeen wat ik u heel nadrukkelijk wil meegeven. U gaat fouten maken in uw eigen leven. U gaat verkeerde conclusies trekken in uw eigen leven. En juist in die eindtijd, dat hebben we al besproken, wil de Satan u verduisteren. Dat u het niet ziet. Dat u die grote fout maakt om één van zijn geboden, al was het maar één, want er gaat geen jota of tittel aan een geboden verloren, dat u maar één fout maakt, dat u het hemelse koninkrijk niet binnen kunt gaan. Met name natuurlijk die Sabbatdag, dat wordt een hele pijnlijke. Ik heb al iets vaker gezegd, alle geboden kunnen we overtreden, terwijl andere mensen het niet zien. Maar dat ene gebod, dat wordt zichtbaar, want op de Sabbatdag moet u Sabbat houden. En dat is de zevende dag van de week en dat is de zaterdag. En als u dan een eredienst houdt, kan iedereen zien dat u onder andere in uw nette kleren loopt. Want u verandert natuurlijk niet. U gaat niet zeggen, nu doe ik mijn oude kleren toch maar aan. Want stel je voor, nou, dan verloochent u Jezus Christus heel nadrukkelijk. Denk eens aan Daniel. Toen al die zogenaamde collega's, even in onze bewoording, zijn metgezellen, hem verloochenen wouden voor Darius, de koning. En dat hij in de leeuwkuil daardoor werd geworpen. Hij bleef bidden op dezelfde juiste manier, tot 3 maal daags. En dat moeten wij straks ook doen. Wij moeten blijven aanbidden op de juiste dag. Dus daar liggen ook al die verbindingen weer tussen. Neemt u dat voor uzelf ook heel nadrukkelijk mee. Tot zover eerst. Weer deel 3. We gaan straks verder met van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en mensen. Een belangrijk gegeven wat we straks in deel 4 met z'n allen gaan onderzoeken. Ik hoop u straks ook weer te zien in het 4e deel van deze profetenschool van Zijn Boodschap. Graag tot straks. Hartelijk welkom mensen weer in deze profetenschool, het 4e deel alweer. We gaan het verder hebben over van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en mens. Een belangrijk gegeven is dat als wij Gods wet overtreden, krijgen we onherroepelijk problemen. En we willen daarom ook eerst weer een gedeelte gaan lezen.
eerst uit de Bijbel. Want er is op zoveel plaatsen in de geschiedenis twist ontstaan. En ik wil heel in het bijzonder een twistpunt aanhalen vanuit Genesis 16. Dus als we Genesis 16 even ophalen met z'n allen. We gaan hem straks ook lezen. Maar het is belangrijk dat we toch een beetje begrijpen wat er is gebeurd. Genesis 16 vers 5. Toen zeide Sarai tot Abram. Heette dus nog niet Abraham. Mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. Dus er was een twistzaak tussen Hagar en Sarai. Een belangrijk punt, een belangrijk gegeven, waar we in de eindgeschiedenis ook enorm mee te maken hebben. We willen daarom verder gaan met onze sheets, om te bekijken wat is er in de geschiedenis gebeurd. En ik laat u eerst even een algemene sheet zien, die gaan we vaker gebruiken. En dan lopen we even wat vlot doorheen, maar dat u toch een beetje begrip krijgt van, hey, dit is er gebeurd in de geschiedenis. Het genade, oude, bekrachtigde, nieuwe, eeuwige verbond in grote lijnen weergegeven. Dus let op, in grote lijnen. Zondeval, verbond verbroken, lezen we hier. Adam, we kennen dat verbond. Vanuit het eeuwverbond naar het genadeverbond toe. En we kennen ook Noach. Noach, de zondvloed wat er is gebeurd, bevestigt dat genadeverbond. Is ook allemaal groen, zoals u ziet. Even van onderen af gelezen, derde persoon in het genadeverbond is Abraham. Dan krijgen we Jacob, 12 zonen en start het volk uit Egypte nog 1 volk. Dus daar staat dat eerste volk. Het genadeverbond met 3 plus 1 persoon. En we weten ook dat Christus daar ook in hoort. Maar we starten eerst even qua tijdsvolgorde bij het letterlijk Israël. Letterlijk Israël heeft op de Sinaï de geboden ontvangen. Start van het eerste volk. Toen ze uit Egypte kwamen. En dan gaan we het oude verbond met het eerste volk aan. En dan komt ook een vloek, Leviticus 26, indien ze Gods wet niet houden. En wat blijkt, 10 keer werd verbroken. En dan zien we ook een stukje huichelarij komen. Jesaja 7 is huichelarij, gevolg, ballingschap. Dat is een belangrijk gegeven, gaan we uitgebreid nog behandelen. En dan zien we weer, in het groen natuurlijk, de vierde persoon, Christus heeft dat genadeverbond bekrachtigd, wat met personen afgesloten was. Dan zien we ook die 3,5 jaar voor en na Christus en is dus ook geëindigd. Paulus geroepen evangelie naar de heidenen te brengen. En dan zien we het wanhoopsverbond is wat vroeg gestart. Ik heb dat te vroeg neergezet. Maar het is belangrijk dat na Christus dat wanhoopsverbond ook een tweede volk is ontstaan. En daar zeggen ze geloof alleen, geestelijk Israël. Let op. Hebben wij heel veel mee te maken natuurlijk als het om een Shatukemene gaat. Maar tijdens die pauselijke overheersing is ook iets gebeurd. Het oude verbond loopt 2 keer 2520 jaar door. En dan zien we ook dat die vloek is verschenen. En daar hebben we ook een dodelijke wond bij het pausdom. Nogmaals, ik loop er snel doorheen. Later zult u dat allemaal veel beter gaan zien. En dan hebben we een paar jaartallen. 723 voor Christus. 677 voor Christus en 1798 en 1844. Dus we hebben hier al veel punten die we ook herkennen als het goed is. Rome, dodelijke wond geneest. Het zit allemaal in die paarse hoek. Misschien iets minder goed te zien, maar ik heb al gezegd, print deze animatiesheets uit. Of heb ze ernaast op de computer. Dan zien we het derde volk start. Na 1844. En we zien ook na die dagen, daar hebben we weer Jeremia 31. Let op, die woordjes na die dagen en in die dagen. We zien dat Christus, heel in het bijzonder, Gods volk gaat onderwijzen in de profetieën. En ook gerechtigheid door geloof. Start het nieuwe verbond.
Met juist de 144.000 moeten daar als het ware geestelijk geboren worden. Dan vinden we ook de Chatuke-Menelijn. Daar zit dat wanhoopverbond natuurlijk doorheen verweven. De lijn van Efraïm vinden we daar weer in terug. En dan zien we ook de zondenswet, waar de wet van God, de 10 geboden, verbroken is. En dan hebben we ook nog steeds die Judelijn, het derde volk, bestaat er nog steeds. Maar de vloek van Jeremia 29 vers 17 tot 23 plus Ezekiel 9 breekt dan ook aan. Hou daar rekening mee voor het derde volk. Genadedeur gaat op een bepaald moment dicht. En dan zien we de zondenswet, 87 staat vertist, genadedeur dicht, zoals ik al zei. En dan hebben we de berg, dus heilige sieraads, weer die 144.000, vier personen, is dus een volk bekrachtigd bij die zondagswet, let wel. En dat eeuwig verbond gaan zij met Christus aan. En dan moet er een keuze worden gemaakt. U ziet hier het woordje afstaan. Of die lijn van het wanhoopsverbond, van de Chatuke-Menelijn, lijn Efraïm, kiest voor de Sabbat. En dan komen ze in Openbaring 20 vers 4. Of ze kiezen voor de lijn van Rome. En dan hebben ze hier nog een tijdje te leven, maar dan kiezen ze ook voor Gog Magog. En dan zien we ook dat we een 3 plus 1 volk weer hebben gehad. En wat kunnen we daarbij stellen? Als de mensen de lijn van Rome kiezen, dan komen ze in de eerste plaag, mensheid, genadedeur dicht. En dan komt de vloek van Openbaring 16 over de mensheid. Ja, hier is heel veel verteld in één keer. Dat begrijp ik. Zullen mensen niet direct allemaal vatten. Alhoewel, voor diegenen die veelvuldig de studies hebben gedaan, kunnen hier heel veel al uithalen. Maar wij willen eerst nog een belangrijk punt erbij halen. Want we hebben het telkens over 3 plus 1 patronen en we hebben nog zo'n 3 plus 1 patroon. En dat heet de vier verbindende profeten voor God. De vier verschillende aanbiddingen en bedelingen hebben we hier ook. En die kent u ook al uit vorige studies. Aanbiddingsvorm naar God vanaf deze aarde. Dat was eerst de Hof van Eden. En dan weten we ook dat Noach de verbindende profeet was, ook vooral tussen die bedelingen van voor de zondvloed en na de zondvloed. En Noach bouwde daar ook een altaar. En we zien ook Mozes, ook weer een verbindende profeet tussen twee bedelingen. Eerst vanuit Noach gezien, kunnen we zeggen. En toen werd het volk geroepen door Mozes. En Mozes is dus die verbindende profeet ook weer tussen die twee bedelingen. Want eerst werd in de Hof van Eden geaanbeden, ook in het bijzonder nog bij de deur van de Hof van Eden, de Shekina wordt dat wel genoemd, en dan wordt er op altaren aanbeden, en dan wordt er ook op altaren aanbeden, met dierenoffers natuurlijk, maar vooral ook dat die aardse tempel daar is gekomen. Dus een verschil tussen twee bedelingen, en daar ontstond toen ook het volk, zoals wij weten. En dan komt weer een belangrijk punt, weer tussen twee bedelingen. Eerst van de aardse tempel, ging Christus, werd gekruisigd, het voorhangsel scheurde, en toen gingen we naar het heilige der heiligen. Johannes de Doper was toen de bemiddelende profeet, die verkondigde, voorverkondiging van alles wat er zou gebeuren. En dan hebben we ook Ellen White, de vierde profeet. Na 1844 begrijpen wij dat we naar het heilige der heiligen moeten aanbidden. En juist die heiligdomsleer van het heilige in het heiligdom naar het heilige der heiligen is een andere bedeling. En wat kunnen we nou stellen met z'n allen? E.G. White heeft volledig autoriteit van God, want we zien dat in het 3 plus 1 patroon. Dus wat leren we nu met z'n allen? Dat God alles op heeft gedeeld in 3 plus 1 patroon. Dat mag wel duidelijk zijn. Zelfs geen naties, zelfs volkeren. Zelfs hoe die autoriteit is gedeeld. Dat wil ik u hier heel nadrukkelijk mee zeggen.
En ik kan u ook vertellen dat E.G. White heel nadrukkelijk heeft geschreven over het geheiligde leven. Ik heb hier een boekje voor mij over het geheiligde leven. En als we dat eens goed zouden onderzoeken, dan kunnen we heel veel daaruit halen. Ik zal u bijvoorbeeld een hele bijzondere quote uit pagina 42 lezen. Vanuit dat boekje Het geheiligd leven, Ellen G. White. Uit de geestenprofetie dus vandaan. Welk een kostbare les staat daar. Het is ongeveer 10 regels van boven. Welk een kostbare les is dit voor alle volgelingen van Christus. Zij die dagelijkse plichten over het hoofd zien, die barmhartigheid en vriendelijkheid, hoffelijkheid en liefde, zelfs tegenover een kleinkind, veronachtzamen, doen ditzelfde tegenover Christus. Johannes voelde de betekenis van deze les en leerde ervan. Hier beschrijft zij gewoon hoe belangrijk het is om een volmaakt christelijk leven te leiden. Ook hoe Johannes dat heeft geleerd. Dus het is belangrijk voor ons om op te letten, hoe gaan wij met die geboden om? Hoe brengen wij onzelfzuchtigheid in ons mensen? Want in ons mensen zit juist heel veel zelfzuchtigheid. En dat willen we eens met z'n allen gaan onderzoeken. Want, hier lezen we het al. Gods wet is eeuwig en zal in eeuwigheid blijven bestaan. En dat wisten we ook wel. Maar de waarheid zal triomferen, juist in die laatste dagen. Dat moet u heel goed onthouden. Deze wet brengt ook scheiding aan tussen personen en volkeren. Dus bij personen kan twist ontstaan. Bij volkeren kunnen twist ontstaan. Haat, zelfzucht, daar komt alles uit voort natuurlijk. Dus neem dit vooral mee. Maar we weten, de waarheid zal triomferen. En dat willen we eens een beetje ontdekken. Hoe dat is gegaan bij onze patriarchen en profeten. En dus belangrijk, hoe zit dat met die gehoorzaamheid? Moeten we natuurlijk eerst een beetje uitleg hebben over die geboden als het om gehoorzaamheid twist gaat. Laten we maar eens lezen. Hoe belangrijk is gehoorzaamheid aan God en zijn 10 geboden? De gehoorzaamheid van Christus, hij was een mens, moeten we even meenemen, hebben we in gerechtigheid door geloof geleerd, de liefde van zijn boodschap, verdieping 1. Dus gehoorzaamheid van Christus aan zijn vader was dezelfde gehoorzaamheid die van de mens wordt geëist. Let op. De mens kan Satans verzoekingen niet overwinnen zonder dat goddelijke kracht samengaat met eigen kracht. Dus de wil overgeven aan Jezus Christus. Dat was ook het geval met Jezus Christus. Hij kon beslag leggen op goddelijke kracht. Hij is niet naar deze wereld gekomen om de gehoorzaamheid van een mindere God, Jezus, een grotere God, te tonen. Pas op. Maar als mens, dan komt het nogmaals weer, om aan Gods heilige wet te gehoorzamen. En op deze wijze is hij ons voorbeeld. De Heere Jezus is naar onze wereld gekomen, niet om te laten zien wat God kon doen, maar wat een mens, u en ik dus, kan doen door geloof in Gods macht om onder elke omstandigheid te kunnen helpen. De mensen moeten door geloof deel hebben aan de goddelijke natuur. Daar heb ik vorige keer al een beetje over gesproken. En elke verzoeking waaraan hij wordt blootgesteld, overwinnen. De Heere eist nu dat elke zoon en dochter van Adam hem door geloof in Jezus Christus dient in de menselijke natuur. Hoort u dat? Dus God eist iets van u en mij. Zoals wij nu zijn in de menselijke natuur. Die wij nu hebben. De Heere Jezus heeft de kloof die door de zonde is ontstaan overbrugd. Prijs de Heer. Dank aan hem. Hij heeft de aarde verbonden. En daar ligt die geweldige mooie uitspraak in. Hij, Jezus Christus, heeft de aarde verbonden met de hemel. De sterfelijke mens met de oneindige God. Jezus, de verlosser der wereld, kon alleen de geboden Gods bewaren op dezelfde wijze als de mens ze kan bewaren. Bewaren is doen, dat weten wij, Openbaring 22, vers 14. En dan pakken we gelijk nog even bijbelcommentaren
5:92 een stukje erbij. Het was voor hem, voor Jezus Christus dus, als mens, even moeilijk op het menselijke vlak te blijven. Dus dan weten we ook zeker dat hij mens was. En dus niet op het goddelijke vlak te komen, want dan was zijn missie, als ik het zo mag noemen, hier niet volbracht. Als het voor de mens is om te stijgen boven het lage peil van zijn onaarde natuur en deel te hebben aan de goddelijke natuur. Dus Christus kon met zijn menselijke natuur, als ik het even talen mag nogmaals, hier op aarde blijven en niet gebruik maken van zijn goddelijke capaciteiten, laat ik het dan zo uitdrukken. Op zijn menselijke vlak blijven, dat was moeilijk voor hem, maar hij kon mens blijven zonder de goddelijke capaciteiten aan te spreken, dus gebruik van te maken. En wij kunnen met onze menselijke natuur ook deel hebben aan de goddelijke natuur. Het is natuurlijk een beetje moeilijk om dit 1, 2, 3 te begrijpen, maar het komt hierop neer. Vooral als u gerechtigheid door geloof hebt geleerd en die studies hebt gevolgd, dan gaat u nu ook heel goed verstaan dat wij die goddelijke natuur deelachtig kunnen worden. Is niet makkelijk, maar het lukt. Zo was het ook bij Jezus Christus. Hij kon op het menselijke vlak blijven zonder die goddelijkheid die hij wel in zich had natuurlijk, maar die hij niet gebruikte, maakte hij geen aanspraak op. Belangrijk gegeven is dit. Dus wij kunnen door de goddelijke natuur deelachtig te worden, kunnen wij op Christus gaan lijken. Let op wat er nu wordt gezegd. Een geheiligd leven gaan leiden. We gaan eerst verder. Weer even terug naar die twistoorzaak. Want daar gaat het om. Wij moeten ons zelfzuchtig zijn. Maar ja, twist ontstaat door zelfzucht. Dus er gaat iets fout. Overtreding van de wet. Dat heb ik met het eerste graag willen aanduiden. Twist ontstaat door zelfzuchtige mensen. Dat mag duidelijk zijn. Dus dat zijn mensen die goddelijke natuur niet deelachtig zijn. Also trok Abraham op uit Egypte naar het zuiden. Hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. Er is nog niets aan de hand, maar nu gaat er iets gebeuren. Een stukje verderop in Genesis 13. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferizieten in het land. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twist zijn tussen mij en tussen u. En tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannenbroeders. Het zachtmoedige karakter, edelmoedige karakter van Abraham blijkt hieruit. Hij wil geen twist. Dus wat gaat Abraham nu doen? Een onzelfzuchtige daad. Neem hem vooral mee. Want Abraham liet Lot kiezen. Let maar eens op. En Lot hief zijn ogen op en zag de ganse vlakte der Jordaan. Dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heer Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland. Als gij komt te Zoar, zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden de een van den ander. Als de wet van God wordt overtreden, komen personen en volkeren altijd in moeilijkheden. Dat is de kern waar het hier om gaat. We zagen heel goed dat Abraham heel erg onzelfzuchtig was en Lot koos het beste deel voor zichzelf. Nou, wij weten volgens mij als kinderen nog wel, dat werd ons geleerd, mij althans wel en volgens mij u ook, dat we nooit het grootste deel mochten pakken en altijd bescheiden moesten zijn aan tafel. Ja, en dat had Abraham ook over zich en dat stond Abraham ook te prijzen op dat moment. Dus we gaan dat dus een beetje in een tekening en een animatie opzetten. Moet ik je even iets bijvermelden? Want hier gelden bijna alle kleuren van de verbondsheets niet meer. Hou er even rekening mee. Want het gaat hier niet specifiek over de verbonden alleen. Maar meer over het overtreden van de wet van God. En de geschiedenis van Gods volk. Neem het wel wat mee hier en daar, maar niet alles. Hier bijvoorbeeld
groene kleur, start Adam, Noach, Abraham. Hier ligt hij natuurlijk nog wel in verschool. Start keuze uit 2. We hebben net gesproken over Abraham. En dat was natuurlijk Abraham. En over Lot. Scheiding tussen Lot en Abraham. Of Abraham. Genesis 13 vers 1 plus 8 plus 11. En we zien dat we hier de tweede persoon hebben, Lot. Belangrijk gegeven is, waardoor ontstond dat? En het ontstond door twist. Wie is de belangrijkste? En dan nog niet eens zozeer onder Abraham en Lot, maar onder de herders van hun. En wat gebeurt er dan als dat twist is? Dan is er ook gebodsovertreding. Bijbelcommentaren 42. Belangrijk gegeven, dus twist, zelfzucht, gebodsovertreding. Dat kunnen we met z'n allen stellen. En wat gaat er dan gebeuren? God ziet dat ook aan, bij ons mensen ook, maar ook bij Abraham en Lot. Laten we maar eens kijken. Uit zelfzucht komt twist, maar leidt ook tot afgodendienst. Dit is weer gebodsovertreding. Eerste gebod, overtreden. En zoals ik al zei, we gaan naar Bijbelcommentaren 42, heb ik al even opgenoemd. Gezondheid door gehoorzaamheid aan Gods wet. Dus dat is ook al logisch. Als we verkeerde dingen doen met ons lichaam en ongezond voedsel tot ons nemen, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, dan hebben we ook al een probleem. Dus neem het even voor jezelf heel goed mee. Is dus gebodsovertreding. De liefde van Christus in het hart zal alle haat, zelfzucht en nijd, dat is dus twist, ook tussen die herders, uitbannen. Want de wet des Heren is volmaakt. Ze bekeert de ziel. Er schuilt gezondheid in gehoorzaamheid aan Gods wet. De genegenheid van hen die gehoorzaam zijn, gaat uit naar God. Begrijpt u dat? Als u de genegenheid van hen die gehoorzaam zijn aan Gods wet, daar spreken we hier over, gaat uit naar God. Dus u voelt zich verenigd met God door die wet, want die wet is in u. Door te zien op de Heer Jezus kunnen we worden bemoedigd en dienen we elkaar. En dat zag u heel mooi bij Abraham in dit geval. En Lot was zelfzuchtig, die koos het beste deel. De liefde van Christus wordt uitgestort in onze harten en er is geen verdeeldheid en twist. Nijd, kunnen we ook zeggen, onder ons. En dat is prachtig. Dat zou een geweldig leven zijn, zou ik maar zeggen. Als wij, natuurlijk, let wel, even terug, van de 10 geboden gebruik maken. En gehoorzaam zijn aan de 10 geboden. Want als we de 10 geboden niet in ons hart hebben, en dan voelt hij ook wel aan, daar komt twist in ons op. Of jaloezie, naijver. Wat voor woorden u maar bedenkt. Maar vooral onder het kopje van zelfzucht. Ege White schrijft erover, onder het kopje van zelfzucht zit alles onder. Kunnen we alles onder gaan rekenen. Dus ook jaloezie en geldgierigheid en alles past daarom. Dus we hebben al iets geleerd. Hoe zijn wij zelf? Als kinderen is ons iets geleerd. He, niet het grootste deel en fatsoenlijk blijven en dankjewel zeggen, er hoort natuurlijk een hele hoop bij. Maar het was ons al jong geleerd en oud gedaan, zouden we bijna zeggen. Maar als we wat ouder worden, dan zien we de wereld ook en dan komt de zelfzucht ook wat meer op. Dat kennen we allemaal wel. We gaan dus verder met dat twist. Hoe zit dat? En die diepere oorzaak onderzoeken. En waar komt de diepere oorzaak en oorsprong van de twist uit voort. Zelfvertrouwen is afgodendienst. Let op. Afgodendienaars worden door Gods woord veroordeeld. Hun dwaasheid bestaat uit het feit dat ze op zichzelf vertrouwen voor hun zaligheid. Door neer te buigen voor het werk van hun handen. Dus ergens vinden ze alles wat ze doen, vinden ze maar prachtig. Kijk eens wat ik heb gedaan. Dat is al een stukje afgodendienst natuurlijk. En dat vertakt zich door ons hele leven heen. Neem dat vooral even mee. Dus door het neer te buigen voor het werk hun handen. God beschouwt hen als afgodendienaars. Die op eigen wijsheid vertrouwen. Die rekenen op hun eigen plan voor succes en rijkdom en macht.
terwijl ze ernaar streven zich te sterken door een verbond aan te gaan met mensen die de wereld groot noemt. Daar zitten we al in dat wanhoopverbond. U voelt het volgens mij perfect aankomen. Dus door een wanhoopverbond aan te gaan met mensen, handlangers van Satan zou ik bijna zeggen, die de wereld groot noemen. Maar die niet de bindende eisen van zijn wet onderscheiden. U ziet hier een haakje achter staan. Dus niet alleen Bijbelcommentaren, bladzijde 42, maar ook en B2. En B2, dat heeft betrekking op eredienst waar ik dit punt ook heb behandeld. Dus wat kunnen we nu met z'n allen stellen? Eerste gebod is afgodendienst, maar dus heeft ook alles te maken met zelfzucht. En die zelfzucht, daar draait het altijd om. Als dat in ons zit, lieve broeders en zusters, gaan wij hele rare en vreemde dingen doen. We willen eens naar de definitie toe. Achtste definitie. Twist. U mag ook een ander woord noemen, maar twist komt voort uit het overtreden van Gods 10 geboden. Wanneer de mens uit zelfzucht gaat handelen en niet meer uit de goddelijke principes van de 10 geboden. En nu zult u al een beetje begrijpen, als wij niet meer handelen uit die principes van die 10 geboden, de goddelijke natuur niet deelachtig zijn. Want als wij ook maar 1 gebod missen in ons hart, dan gaat er iets fout. Dat kan niet anders. Dus in dit geval, het eerste gebod, zitten we zomaar in afgodendiensten. We gaan iets maken met het werk van onze handen. En dat gaan we verheerlijken. Dus dan verheerlijken we God niet meer, maar dan gaan we onszelf verheerlijken. Daar komt natuurlijk hoogmoed bij ons. Zo kunnen we die totale geboden, en dat heb ik ook al een beetje gedaan, nog lang niet diep genoeg, maar in die erediensten, vooral in die B-serie, dat u dat gaat zien van let eens op, wij moeten wel heel goed die geboden gaan begrijpen. Want anders zitten we in wetsovertreding en we moeten ook weten wat in ons hart leeft. Dus dat moet u allemaal goed meenemen. We gaan weer terug naar onze animatiesheet. Staat van Gods genadeverbond vanaf Adam, Abraham, derde persoon. Dat is het eerste gedeelte. Dit hebben we allemaal besproken en dan gaan we eens verder kijken. De derde persoon, genadeverbond. Dus dat was de derde persoon, was Abraham. Dat hebben we nog geleerd met z'n allen. Daar wil ik iets bij vertellen vanuit Genesis 15 vers 1 tot en met 16. Niet helemaal, staan hier en daar wel een paar stippeltjes tussen zoals je ziet. Een belangrijk gegeven is dat Abraham, dus dat is de oude naam nog, eerst een offer bracht voor God en daarna een visioen van God kreeg en het genadeverbond werd gesloten met Abraham. Nieuwe naam. Dat is heel interessant als u dat nog eens meeneemt. Lees die geschiedenis heel goed door. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham. In een gezicht, dus dat is een visioen. Neem hem even mee. Zeggende, vrees niet Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. En dan een stukje verderop. En hij geloofde in den Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Zie de serie E van de erediensten. Dan weet u ook dat er veel over Abraham wordt gesproken als het om gerechtigheid door geloof gaat. En hij zei dat tot hem. Neem mij een 3-jarige vaars en een 3-jarige geit en een 3-jarige ram. En een tortelduif en een jonge duif. Dus Abraham moest een offer brengen. Neem hem vooral mee en hou hem vast voor verdere studie. En hij bracht hem deze alle. En hij deelde ze middendoor. En hij legde elk deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas. Dat is interessant, hè? Dat is een stukje profetie. Maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan. Zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet, een schrik, een grote duisternis viel op hem. Dus hij kreeg weer een visioen. Toen zeide hij tot God dus, tot Abraham, wees voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is. En zij zullen hem dienen en zij zullen hem verdrukken, 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten.
het welke zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Ammonieten, dus de koning van het noorden of Babylon nu, daar kunt u meer van en over invullen, is tot nog toe niet volkomen. Wat lezen we met z'n allen? Abram was onzelfzuchtig, hebben we geleerd. Hij was heel vriendelijk naar Lot toe. Hij had ook kunnen zeggen, ja, laten we dat samen delen, elk de helft. Nee, hij zei, kies jij maar. En God heeft dat gezien. En na die daad, toen Abram die daad deed, toen kwam die belofte van God naar Abram toe. En toen werd zijn naam ook veranderd naar Abraham. Dus neem dit vooral mee. Dus God zegent heel in het bijzonder Abraham. Hier hebben we het al een beetje opgeschreven. Uit onzelfzuchtigheid kwam de zegen van God voor Abraham. En we weten ook, Abraham hield al de geboden. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven, een vurige fakkel, die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zegde: aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Fraat. Denk even aan de Eufraat nu. Er is niet voor niets natuurlijk dat in één keer hier die Fraat wordt genoemd. Het is natuurlijk een beetje een andere naam, maar het is diezelfde rivier. Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Let weer op, Openbaring 3 vers 12. Lees hem maar eens door. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn genadeverbond, heb ik er even tussen gezet, want dat weten we nu, mijn genadeverbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwverbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Let op, wat staat hier? Tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Laten we even deze regel eerst lezen. Let wel, nadat Abraham Lot had bevrijd, nu zevende dag staat vertussen na de rondborstige getuigenis. Wat wil ik u daarmee zeggen? U moet goed verstaan, als u echt onzelfzuchtig bent, gaat u de rondborstige getuigenis brengen. Als u zelfzuchtig bent, gaat u het rondborstige getuigenis niet brengen. Waarom niet? Omdat u gaat voelen dat ze u persoonlijk gaan aanklagen. Uw persoonlijkheid gaan aanvallen. Uw ego moet totaal verdwenen zijn in u. Dat mag duidelijk zijn. Dat was bij Abraham toen ook zo. Dus wat we hier zien, die daad van Abraham naar Lot toe, die daad moet ook bij ons te zien zijn. Dat wij, koste wat het kost, onze broeders en zusters willen roepen. Roepen, ook willen waarschuwen. Met alle gevolgen voor onszelf van die natuurlijk. Dat mag ook duidelijk zijn. Dus u bent nu gewaarschuwd wat over u komt. Daarom heb ik al in heel in het begin gezegd, er komt een haat over u als u dat rondborstige getuigenis gaat brengen. Maar het is ook heel belangrijk om dat te doen, omdat u anders die zegen van God niet kunt krijgen. U ziet nu de verbinding volgens mij. Laat hem maar even het volgende punt erbij pakken. De negende definitie. Het eeuwverbond wordt al bij Abraham bevestigd als een eeuwverbond wat na Abraham, ook naamsverandering, zal gaan plaatsvinden. En dus na het rondborstige getuigenis van de zevende dagsadvertissen,
komt de bevestiging van het eeuwverbond. En hier bij Abraham, de derde persoon in het eeuwverbond, wordt al over dat eeuwverbond gesproken. En u zult nog meer bewijzen gaan zien straks, maar wat ik hiermee zeggen wil, op voorhand al, en daar gaan we veelvuldig over spreken, dat de 144.000 straks in het eeuwverbond komen. Dat gaat u straks zien, dat gaat u straks verstaan. Want hier wordt al over dat eeuwverbond gesproken. Dus ik kan alleen maar tegen u zeggen, weet wat daar te gebeuren staat. En we pakken onze overzicht zie je er even bij. We klikken daar allemaal een beetje sneller door dan normaal. Want ik wil even met u naar dat laatste gedeelte toe. We hebben dat ene volk, dat ziet u hier. De eerste fase van het volk. Daar komen de, wat we nu noemen, de Shatukemenekerk, het geestelijke Israël, mag je ook noemen. Dat is het tweede volk. Met die gestippelde lijn, de tweede fase. En dan krijgen we de Millerieten. Lees, zevende dag staat het eerste nu. Dat is de derde fase. En dan zien we ineens dat nieuwe verbond in vierde persoon actief bij de zonswet na uitsteltijd. Dus 144.000 in voorbereiding. En dan het eeuwige verbond wordt bekrachtigd voor de genadedeur sluit. Met de 144.000 in persoon in actieve dienst, heiligheid. En voorbeeld voor de Shatukemenekerk. Dus hier ziet u exact wat er ook in Abrahams tijd is gebeurd. En hier vinden we ook weer de vierde fase volk, inclusief elke uur werkers. Wat hebt u nu verstaan? Wat hebt u nu begrepen? Dat als u onzelfzuchtig bent naar uw medemensen, broeders en zusters, familieleden, vrienden, kennis, u mag nu alles opnoemen, en er alles voor wilt doen om hen in het eeuwige koninkrijk te krijgen, maar ook in het bijzonder bij de zevende dags adventisten. En daar ligt de eerste toets. Dat mag ook duidelijk zijn. Want God toetst altijd mensen. Neem dat vooral voor uzelf mee. Voordat hij iets met u gaat doen, wordt u getoetst. En daar in de midden zien we weer, die zichtbaarheid komt straks naar voren toe. Ik heb hem met opzet als laatste erin gezet. Let op die zichtbaarheid. Daar heb ik u eerder op geweest. We gaan eerst eens verder met die zelfzuchtige keuze van Lot. Door de zelfzuchtige keuze van Lot, persoonlijk, kwamen er ook zelfzuchtige daden, eigen gerechtigheid voor in zijn kinderen. Nu slaan we natuurlijk even een stukje over, maar ik wil u heel graag meenemen wat daar is gebeurd. En dat geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat weten wij, Sodom en Gomorra, dat God aan Abraham gedacht en hij leidde Lot uit het midden deze omkeer. In het omkeren dier steden in welke Lot gewoond had. En Lot toog op uit Zoar en woonde op den berg. En zijn twee dochters met hem. Want hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk. En hij en zijn twee dochters. En u weet dat de vrouw van Lot een verkeerde keuze heeft gemaakt. Een belangrijk gegeven, ook een stuk profetie voor ons. Want die bleef in die wereldse gedachten hangen natuurlijk. Zij wist heel goed wat daar allemaal zich afspeelde. En daar voelde zij zich heel erg nauw mee verbonden. En we weten de zoutpilaar, wat het einde daarvan is geweest. Maar nu komt het even aan op de dochters. Hij en zijn twee dochters woonden dus in die spelonk. Toen zeiden de eerstgeborenen tot de jongste: onze vader is oud en er is geen man in dit land om tot ons in te gaan naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven. U ziet ook weer wijn, valse leer heeft dat ook te maken. Maar vooral dit was ook letterlijk wijn natuurlijk en wel gefermenteerde wijn, niet te misvatten. Dus met alcohol daarin. En bij hem ligt, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En dit is een stuk eigen gerechtigheid. Hè? Houd daar goed rekening mee. En ze gaven die nacht haar vader wijn te drinken, dus alcoholische wijn. En de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. Dus Lot was hier geen deelgenoot aan. Alhoewel kunnen we wel een beetje met z'n allen voorstellen dat hij had zijn dochters niet goed onderwezen.
Want als zij de wet van God, de dochters, de wet van God in hun hart hadden gehad en gehoorzaam waren geweest aan God, dan begrijpen wij heel goed dat de dochters dit niet hadden gedaan. En dat moet u wel even meenemen voor uzelf. Dus daar is een reden voor. Maar we gaan nog een stapje verder. Door te luisteren naar anderen, dat gebeurt natuurlijk heel veel binnen Gods volk, en ook nu, maar toen ook, komt er steeds meer zelfzuchtige en verkeerde daden in het leven, ook van anderen. Lees ook mede-christenen. Lees hier ook vooral de Zevende-Dags-Adventistenkerk. Lees de Chateau-Gemeenekerken. Pak ook maar binnen familiekringen. U mag nu alles gaan opnoemen. Dus we spreken hier over eigen gerechtigheid. Dus niet die gerechtigheid van Gods wet in ons hart. Nee, onze eigen ik. En het geschiedde des andere daags dat de eerstgeborenen zeiden tot de jongste: zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen. Laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven. Ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. Nou, wij zien heel goed dat die andere dochter precies hetzelfde doet. En geen vertrouwen in een God hebben. Want dat is daar gebeurd natuurlijk. God had anders kunnen voorzien. Maar zij dachten, ja, laten wij maar doen wat wij denken te doen. Zonder ook maar God raad te vragen in deze. En zij gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken. En de jongste stond op en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. Deze is de vader der Moabieten, tot op deze dag. Let op, tot op deze dag. Neem hem even mee, want dat hebben we later nodig. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben-Ami. Deze is de vader der kinderen Amots. En nogmaals weer bevestigd, tot op deze dag. God heeft u en mij wat te vertellen. Dat mag duidelijk zijn. Een stuk profetie ligt hierin. Geweldig. Maar dat willen we natuurlijk eerst met z'n allen optekenen. Hoe zit dat precies? Het mag duidelijk zijn dat de wet is overtreden. Dat die dochters, en ook Lot niet, want anders had hij dat uitgedragen aan zijn dochters, de wet niet zo diep als Abraham in zijn hart had. Hier hebben we Lot, de lijn van Lot. En de kinderen Amons en de Moabieten. Genesis 19, vers 36 tot en met 38. Lees voor uzelf heel Genesis nog eens door. Alles wat daarmee te maken heeft. Maar we zien heel nadrukkelijk dat hier twee geslachten uit voortkomen. Kinderen Amons en de Moabieten. Prima, als we dat weten kunnen we verder. We hebben twee geslachten uit Lot vandaan. We hadden ook twee persoonlijkheden, Lot en Abraham. Maar Lot scheidt zich in twee personen en Abraham gaat zich ook scheiden. Laten we maar eens lezen. In een nageslacht scheiden. Laten we het zo even uitdrukken. De geschiedenis zal bewijzen dat het overtreden van ieder gebod van Gods wet ook altijd tot hetzelfde resultaat zal leiden. Zij die beweren dat Christus gekomen is om de wet van God af te schaffen en het Oude Testament weg te doen, spreken over het Joodse tijdperk als een tijd van duisternis. Nou, dat is het zeker niet als u zo ver al bent gekomen. Dat leest u nu ook. En stellen de godsdienst van de Hebreeën voor als een godsdienst die uitsluitend bestond uit vormen en ceremonieën. Dit is echter een dwaling. Nou, ik kan u zeggen, het is een enorme grote dwaling. Want dan kunt u niet opnieuw profiteren. Dat kan ik u nu al op voorhand beloven. Zult u niet nooit opnieuw kunnen profiteren en het ook niet verstaan. In de loop der heilige geschiedenis, waarin Gods handelwijze met zijn volk wordt getoond, vinden we levende bewijzen van de grote Ik Ben. Onze God de Vader en onze God de Zoon. Juist in de periode dat hij erkend werd als de heerser van Israël en de wet gaf aan zijn volk, en let op, dat was God als zo'n persoon, Jezus Christus, of Michael, zo hij in de Bijbel ook vernoemd wordt, gaf hij, Jezus Christus, dus overvloedig bewijzen van zijn macht en heerlijkheid. Hier was een
scepter die niet door een menselijke hand werd gezwaaid. En de leiding van Israëls onzichtbare koning, met hoofdletter, was onzichtbaar groot en ontzagwekkend. Dus als mensen Jezus Christus niet wilden erkennen, wat we nu hebben gelezen, dus het Oude Testament ook niet meer willen lezen, dat wil ik daarmee zeggen, dan ziet hij ook, dan komen ze in die dwaling. Komen ze in die totale dwaling. En op een bepaald moment moet hij ook zeggen, ja, zit ik zelf ook niet in die dwaling? Moet hij voor uzelf eens vast gaan stellen. Als u zegt, ach, het Oude Testament is toch niet zo belangrijk, ach, dat is voltooid verleden tijd. Opnieuw profiteren kunt u wel vergeten. En het begrijpen ook niet zoals ik al heb gemeld. Dus ik kan u alleen maar in alle liefde waarschuwen. We gaan verder, want hoe kwam in eerste instantie de scheiding tussen God en de mens tot stand? Vraagteken. Weer door ongeloof en geen vertrouwen in God. Dat blijkt altijd weer. Onthoud dat maar voor mijn lieve broeders en zusters en mensen en toehoorders. Ontrouw aan God. Geen vertrouwen hebben in God en in zijn wet. En Abraham was 100 jaar oud. Als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Als die het hoort, zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zal Abraham gezegd hebben, Sara heeft een zoon gezoogd. Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd. Ook bij de nieuwe wereldorde komt daar een grote maaltijd. Let op. Op de dag als Isaac gespeend werd en Sara zag den zoon van Hagar, daar komt de twist, let op. De Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon, deze dienstmaagd, zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Nou, dat was natuurlijk Ismaël, dat weten wij. Daar kunt u natuurlijk heel veel van lezen en hebben we al een beetje van gelezen. Ook vanuit de Bijbel vandaan. Ismaël en natuurlijk Isaac, die stonden op een pijnlijke voet. Want het ene kind, Ismaël, was van Hagar en het andere kind, Isaac dus, was van Sara. Dus we zien heel goed dat Sara hier op een bepaald moment een twistgesprek aangaat met Hagar. En het is moeilijk te begrijpen misschien, niet allemaal voor u, want er komt veel over u. Ik kan natuurlijk niet die totale hoofdstukken lezen. Maar ik ga er ook echt vanuit, als u Bijbelstudent, studenten bent, dat u Genesis er nog eens heel goed op naslaat. En dat heb ik in het begin ook al gezegd. We gaan niet alles behandelen. Dus, wat gebeurt daar? Daar moet weer scheiding optreden. Hoe kwam de scheiding tussen Ismaël en Isaac tot stand? Weer door een onrechtvaardige daad. Hou daar rekening mee. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook den zoon deze dienst maken tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Genesis 16 vers 12 natuurlijk. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg en zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Wat is daar dus gebeurd, als we dat goed verstaan en even uittekenen met z'n allen hier? We zien dat hier uit Abraham ontstaan is door een twistzaak natuurlijk, Isaac en Ismaël. Scheiding tussen Isaac en Ismaël. Weer twistleiderschap en natuurlijk tussen de vrouwen in dit geval en overtreding van het eerste gebod. Als u dit een beetje tot u door laat dringen, dan ziet u al dat continu in die geschiedenis hetzelfde gebeurt. Overtreden van Gods wet. En daar komt alleen maar narigheid van. En we zien dat Ismaël weggezonden is.
Nogmaals, hier ook boven uitgetekend. Nu is het voor ons zaak om steeds dieper in die geschiedenis te duiken en te verstaan wat God met u en mij voor heeft. Want Ismaël komt ook weer in die eindgeschiedenis voor. En dat is iets wat wij met z'n allen toch wel een beetje, zeg maar, eens beter moeten leren gaan verstaan. Nog één sheet, en dat is de volgende. De positie van Ismaël in de wereldgeschiedenis. Voort zeide de engel des Heren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Dat klopt. De islamieten kunnen we niet meer tellen. Zo groot is dat volk geworden. Ook zeide des Heren engel tot haar: zie, gij zijt zwaar en zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heer uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel, dat is een wild paard, van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. Maar aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. En dat was het land waar juist ook Ismaël naartoe gezonden was. Deze zijn de zonen van Ismaël. En dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen. 12 vorsten naar hun volk. Wat lezen we? Wat begrijpen wij hier met z'n allen uit? Dat zelfs Ismaël in die eindgeschiedenis nog aanwezig is. Wij kunnen heel, heel veel en wij mogen heel veel leren waarvan? Van onze geliefde God de Vader. Om te verstaan wat God met u en mij voor heeft. Ik raad u ook echt aan, neem deze studies allemaal nog eens goed door. Anders vanaf nummer 1 tot en met nummer 4. En dat u heel nadrukkelijk Gods woord diep tot uw hart laat doordringen. We willen eerst weer de Heere zoeken in gebed, want het is belangrijk dat u dit nu gaat begrijpen met die geschiedenis. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed en danken voor hetgeen wat hij ons weer heeft verteld. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel voor al die gegevens die u in uw woord hebt gelegd in het Oude Testament en dat dat allemaal in die eindgeschiedenis waarin wij leven weer terugkomt. Dat we die geschiedenis één op één terug kunnen zien in hetgeen wat wij gaan beleven. En dat is opnieuw profeteren. Wij kunnen nu gaan zien wat u hebt bedoeld in Openbaring 10 vers 11. En ook in Openbaring 10 vers 7, dat die verborgenheden vanuit die Bijbel weer terug worden gehaald uit het Oude Testament en nu tentoon worden gespreid. Heren, dat we ons voor mogen bereiden in alle onzelfzuchtigheid en nederigheid en ootmoed. Dat we barmhartig mogen zijn naar onze broeders en zusters, ongeacht wat ze ons aan hebben gedaan. U bent degene die ons wil helpen. Helpt u ons alstublieft mee om die geboden diep in ons hart te krijgen. Dat smeken we van u, lieve Heren. En dat we die onzelfzuchtigheid in ons mogen krijgen door uw wet in ons hart uit te dragen en getuigen van u mogen zijn. Lieve Heren, ga met ons mee, ook nu weer, dat we verder thuis studie gaan doen en zegen ons ook in de studie en dat we elkaar weer volgende keer in goede gezondheid mogen ontmoeten. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam te willen. Amen. Ik hoop dat u de raad opvolgt om studie te gaan doen, want dat is heel belangrijk. Neem 1 uur kwaliteitstijd voor onze geliefde Heer Jezus. Hij is het waard. Volgende keer willen we Gods volk bij de 3e generatie gescheiden in 2 groepen behandelen. Komt weer zo'n belangrijk feit naar voren. Ik wens u vanaf deze kant daarom ook Gods onmisbare zegen, Gods onmisbare liefde en graag tot volgende keer.